Het Nationaal Coördinatieteam COVID-19 heeft de criteria voor het toedienen van boostervaccinaties bijgesteld. Vanwege de dreiging van de Omicron-variant is het van belang zo vroeg mogelijk en gedegen beschermd te zijn. Javier Assin, voorzitter van het coördinatieteam, heeft tijdens de persconferentie van donderdag 16 december 2021 dit besluit uiteengezet. Boosters zijn heel erg belangrijk. Boosters zijn overigens niet iets uitzonderlijks. Dat is iets wat gebruikelijk is. En zeker bij een jong of een virus dat pas bestaat, waarin het lichaam om na de zoveel tijd een oppepper nodig heeft om de weerstand opnieuw op te bouwen tegen een infectie met het echte virus. Goed, omdat die boosters zo belangrijk zijn, zijn wij al in de vierde golf. Dus al ruim van tevoren, ik denk dat jullie de berichten uit Nederland ook wel volgen. In Nederland wordt erover geklaagd dat ze te laat zijn begonnen. Wij zijn ruim van tevoren begonnen. Op dit moment zijn 15.000 mensen in Suriname geboosterd. Dus hebben een boostervaccin gekregen. We hebben vervolgens nu besloten om de criteria te veranderen. In die zin dat we niet meer 40 plus, maar 18 plus een booster gaan toedienen. En dat betekent, als we kijken naar een termijn van 5 maanden geleden, dat er nu ongeveer 45.000 mensen een booster vaccin, dus een derde dosis toegediend moeten krijgen. En we hebben, zoals ik al zei, 15.000 toegediend. Dus er zijn nog 30.000 mensen die nu, op dit moment, vandaag, in aanmerking komen voor een booster. Nederland heeft zelfs, daar wil ik ook maar mee aangeven hoe er internationaal over Omicron wordt gedaan. Zij hebben de termijn voor de booster teruggebracht van 6 maanden naar 3 maanden. Dat overwegen wij ook in Suriname. En dat zou betekenen dat we vandaag 158.500 mensen een boosterinjectie zouden moeten geven. Dus een derde dosis zouden moeten geven. Ik wil daarbij echt benadrukken dat we dat niet voor onze hobby doen. Want eigenlijk zouden we deze dosis moeten bewaren voor de mensen die een eerste dosis nog moeten krijgen. Jullie weten dat maar 47% volledig gevaccineerd is en 55% heeft een eerste dosis gehad. Dus ongeveer de helft van de doelgroep en meer dan de helft van de bevolking zou eigenlijk nog een eerste dosis moeten hebben. De mensen die niet gevaccineerd zijn en die geen COVID nog hebben gehad zijn, lopen het grootste risico van Omicron. Want zoals ik al zei, Omicron is niet een milde variant. Omicron is wel een gevaarlijke variant die heel erg besmettelijk is. Dat er milde ziekte wordt gezien en een minder ernstig beloop heeft te maken met de vaccinatiegraad en het feit dat de Delta variant behoorlijk heeft toegeslagen in heel veel landen. Maar om je een voorbeeld te noemen, in Engeland is de R, dus het reproductiegetal, 3. Engeland is een van de eerste landen die is begonnen met vaccineren. Meer dan 80% van de bevolking is gevaccineerd. En toch is er een reproductiegetal van 3. Dat is heel erg zorgelijk. We hebben de scenario's uitgerekend voor Suriname en dat ziet er niet heel erg mooi uit. En dat is de reden waarom we zijn begonnen om de boosters vroeg en ruim toe te dienen.